begin in ieder geval. Vorige week heb ik eigenlijk mijn eerste meeting met dit proces wat ik nou gebruik. Dat is mooi. Maar ik heb nog niet echt specifiek een inwerkproces. Daar moet ik dus eigenlijk aan gaan werken. Maar ClickFunnels zelf heb ik nog niet. Dus hoe denk jij dat ik hier het beste mee om moet gaan? Want dan wil ik op zich wel een inwerkproces al maken. Want eigenlijk wil ik dat voor woensdag al af hebben. Want als ik woensdag gesprek heb en hij wil doorgaan, dan wil ik eigenlijk direct al een inwerkproces naar hem kunnen sturen. Dus denk je dat ik zou ik daar bijvoorbeeld met Loom kunnen doen en inderdaad YouTube, dat ik daar in ieder geval video's van maak en dat ik dat dan via de mail eigenlijk opstuur? Of wat denk je wat slim is? Max, heb jij jouw inwerkproces al afgemaakt? Ja, het grappige is dat ik er echt letterlijk nu ook op hetzelfde moment mee bezig ben. En precies met hetzelfde zit, dat ik ook geen ClickFunnels heb. Maar hoe ik het nu van plan ben om te gaan doen, is om gewoon al die video's te uploaden naar YouTube. Gewoon op zo'n verborgen link te zetten, weet je wel. Okay, en dat je dat dan in één playlist zet en dat je ze dan de link van die playlist stuurt, zeg maar. En dat dan je inwerk... Ja, mijn camera loopt er vast, sorry daarvoor. Maar dat dan je inwerkproces is, zeg maar. Mm-hmm. Dat kun je dus doen. YouTube video. Ja, dat is wel slim, ja. Playlist, unlisted. En dan daaronder, dus in de beschrijving. Dan verwijs je ook in die video's door naar onder. Klik onder de beschrijving. Ja. Onder in de beschrijving doe je de link naar bijvoorbeeld je business, naar de business manager. Dat ze dat kunnen doen. Naar hoe ze een pixel moeten installeren. Naar dat ze je worksheet moeten invullen via Typeform. Doe je dat. Goed, oké. Okay. Ja, maak die voorafgaand aan je meeting. Ja, precies. Ja, dat dacht ik dus ook. Die moet ik eigenlijk al klaar hebben. Want dan weet ik ook precies voor mezelf ook de volgende stappen wat ik digitaal eigenlijk allemaal moet hebben. Want de gesprekken die ik met andere bedrijven heb gehad, dat is eigenlijk allemaal niet digitaal geweest. Ben ik naar de bedrijven toegegaan. Dus dit is ook voor mij even anders wat ik precies allemaal ready moet hebben digitaal. Maar ik heb nou ook zelf een worksheet gemaakt in documenten en... met daar gewoon precies stap voor stap, zeg maar. Dan kom ik weer nieuwe dingen tegen, gooi ik het erin, heb ik in ieder geval alles erin zitten. En dan heb ik in ieder geval een backup. Want ik merk als ik veel verschillende dingen tegelijkertijd doe, raak ik ooit een beetje de zicht kwijt. En dan heb ik gewoon een document waar ik stap voor stap alles in heb staan. Dan heb ik in ieder geval duidelijkheid en dan hou ik me ook een beetje strak, zeg maar. En een beetje overeind. Dat is prima. Als je het gewoon strak houdt, dan, hoe je net zei, dan is dat prima. Heb je contract al opgezet? Ja, dat heb ik al. Die staat al goed? Oké. Okay. Ja. Staat Jort en alles klaar en om te incasseren, zeg maar? Ja, daar moeten we eigenlijk nog even over hebben. Ook even met de belastingen en zo, weet je nog? Daar had ik nog een berichtje over gestuurd. Of we daar vandaag even samen zouden kunnen doorlopen. Yep. Maar daar heb ik eigenlijk nog niet klaarstaan. Maar ik weet ook niet, de persoon waarmee ik een gesprek aanga... ben ik eigenlijk al bijna zeker van dat hij nou nu niet wil beginnen, maar dat hij eigenlijk na het corona wil beginnen. Wat voor bedrijf is het? Uitzendbureau? Ja, uitzendbureau. En wat zeiden ze? Hoe? Want volgens mij is het al bericht gestuurd, maar... Ja, ik ken hem al wel. Nou, het kwam eigenlijk uit marktonderzoek. Toen heeft hij zelf eigenlijk al teruggereageerd en heb hem nog een keer teruggebeld. Maar toen zei hij ook van, ja, met deze tijd heeft er geen zin en dit en dat. Maar ik zou wel erg graag na... eigenlijk. Dus heeft hij eigenlijk al zo, ja, niet precies op zo heeft hij het gezegd, maar daar kwam het eigenlijk wel een beetje op neer. Maar dat geeft niet. Kunnen we nou gewoon alle voorbereidingen treffen, maar dan moet ik eigenlijk misschien, ja, hoe moet ik dat doen met contract? Want ik wil eigenlijk wel de voorbereidingen al treffen, zeg maar, en de Facebook pixel en al, dat er in ieder geval op staat. En in principe kan ik hem trouwens ook gewoon het inwerkproces opsturen. Dat zou eigenlijk ten allereerst ga je oriënteren en kijken of je hem kan helpen überhaupt. Ja, precies. Ja. Dus je gaat hem gewoon vragen stellen, gewoon het gesprek inleiden. En gewoon zeggen van, oké, dit is hoe het gaat. Zodat je meer ervaring ook hebt, meer kennis hebt voor jezelf over zijn situatie. Als je dat weet, dan heb je het gesprek dus gehad. Dan weet je ook van, oké, hij past eventueel bij wat ik als niks zijnde wil gaan doen. Ja. En dan moet je hem vragen van, oké, kijk, is het haalbaar voor jou op dit moment om te investeren in je bedrijf? Of wat is voor jou op dit moment de meest geschikte? Want begrijp me niet verkeerd, meneer de uitzendbureau. Ik heb dit voorbereid. Ik heb een goede voorbereiding getroffen. En ik zou je graag even willen laten zien wat voor soort zaken jij op dit moment niet goed doet. En begrijp me niet verkeerd, dat is niet om je bedrijf te dissen of wat dan ook. Maar wat je op dit moment niet goed doet en naar mijn ogen beter zou kunnen doen op dit moment. Geheel gratis. Dus je wilt hem van waarde voorzien. Mm-hmm. Want het zijn moeilijke tijden. Het zijn lastige tijden. Dat doe ik ook met makelaars.
heb een aantal gesprekken gehad waarbij het gewoon, het is voor hun niet haalbaar, snap je? En dan zeg ik van, prima, maakt niet uit. Ik zal zelfs een Loom-video voor je maken na dit gesprek. Zal ik je opsturen van 5 tot 10 minuten. En leg je alles uit, zodat je goed voorbereid bent. En maak je geen zorgen over nu niet starten of wat dan ook. Dat kan altijd. Ja. Dus je wilt alleen als ze ready zijn. Je wilt niet iets door de strot drukken, snap je? Ja. Nee, precies. Nee, zo. Ja, dat is een goeie. Mooi. Max, ik heb al even een vraag gesteld. Oké. Ja, ik had eigenlijk ook een vraag over de coronatijden nu, zeg maar. Want hoe kan je dan, maar dat is eigenlijk al een beetje beantwoord net. Maar hoe kan je er dan juist op inspelen om zeg maar dan na die crisis ineens bijvoorbeeld dat je in één keer heel veel klanten achter elkaar binnenhaalt. Kan je zeg maar nu een soort van mensen warm maken voor daarna? Of kan je eventueel uitleggen dat het, nou ja, veel grof gezegd, dat het nu zeg maar het verschil kan maken voor een bedrijf of ze wel of niet failliet gaan misschien wel tijdens de crisis, voor echte kleine start-ups en zo. Yep. Kan je dat zeg maar gebruiken in je voordeel om misschien toch klanten te zijn? Ja, dus hoe je ze nu gaat benaderen is precies hetzelfde hoe Nick die persoon heeft benaderd. Dus je gaat erin eigenlijk marktonderzoek doen, kijken wat hoe ze daarmee dealen op dit moment en oriënteren, echt gewoon een gesprek met ze starten, niet zomaar van net zoals je nu met mij zou gaan praten als je mijn bericht stuurt via Facebook. Precies hetzelfde. Dus het is geen verkooppraatje, het is geen salesgesprek van hey, ik wil iets verkopen of wat dan ook. Snap je? Dus dat ga je doen. En wat ik persoonlijk aan het doen met voor makelaars in de States op dit moment, is wij zijn alleen maar gesprekken aan het starten. Alleen maar. En we zitten kijken hoeveel gesprekken kunnen we starten. Want op een gegeven moment zullen ze bij ons terechtkomen en van zeggen van hey, ik wil iets doen. En dat gebeurt altijd. Ja, en als je die allemaal krijgt, dat ze allemaal dat willen doen, hè? We krijgen echt de overload. Ja. En als, terwijl andere mensen nog steeds zitten te pompen van hey, ik wil een meeting, ik wil dit, ik heb een social media marketing bureau, dit, dat. Zeggen wij geen één woord over dat. Ja. Wij stellen ze gewoon een vraag. Hoe gaat het op dit moment met jouw makelaardij? En hoe ziet de markt eruit op dit moment voor jullie? Dus wat jij zou kunnen vragen, Nick, is hoe is de stand van zaken nu op dit moment voor uitzendbureaus, via Facebook eventueel, of hoe is de stand van zaken voor jouw rijschool op dit moment? Start je het gesprek, en je hebt geen script nodig voor dat, je kan gewoon het gesprek beginnen. Oké, en voor jou, Max, bijvoorbeeld, is hoe gaat het op dit moment met de markt van makelaardijen in Nederland? Is het stabiel? Precies. Hoe is de huizenmarkt, dat soort dingen. Ja, een beetje, ja. En hoe zit het met de percentages van hypotheken? Hoe zit het met de aanvragen van mensen die hun woning willen verkopen? Krijgen jullie nog steeds huisverkopers binnen? Of merken jullie juist meer koopklanten, aankoopklanten? Ja, dus okay. Meer een soort van onderzoekshouding aannemen, zeg maar. Eigenlijk het marktonderzoek zoals in het begin, maar dat dan meer uitgebreid om echt ook te laten zien dat je er voor ze bent, zeg maar.